Oh. Tot hem maar even terug. Ik heb hier nou een achtervolging met hem. Waar rijdt hij? Blokpark. 1302, mag ik deze persoon tasen? Ja, nee, dit. Je kunt de positie door blijven geven. Ja, we rijden momenteel het scootjeboulevard. Langs het uitzendbureau. Ja, langs het uitzendbureau. Richting het strand. Zo, uit mijn hoofd toch? Of niet? Nee. Ja, wel. Okay. Langs de car wash. Ja, 13-1 opschrijving, ruimte richting ook. Ga rechts. Momenteel rijden we de hoofd van de luik en weder op, dus hij gaat weer rechts. Rechtdoor bij de oude drugs verpakken. Niet. We gaan weer rechts richting Blokkenpark. We gaan weer rechts. En weer rechts. We rijden rondjes. Ben je snelweg op? Nee. We rijden echt rondjes om een gebouw heen. We rijden nu weer bij de fietsverkoop bij de ANWB. Yes, want de tweede auto inderdaad de positie ook gegeven. Kan me iets meer concentreren op het rijden. Ik ben de bijzittende. Ik zat er gewoon zo. We rijden richting Bakkenpark. We zijn twee straten verder. We rijden nu over het Blokpark garage heen. De langs. We rijden nu richting HB. Maar ja, we gaan de brug over. Ja. Ik kan hem straks gewoon aanhouden als we hem hebben. Yes. We rijden langs de tankstation. We rijden langs de hoogste winkel op Helder Bancho. We zijn de winkel gepasseerd en rijden weer terug naar de tankstation. Jezus! Positie? Verdachte is neer. Naast het bureau? Ik zal even locatie doorsturen. Als je bij het bureau. Yes. Ja, die heeft. Hallo, is de ambulance? We hebben geen ambulance op het eiland, meneer. Oh, ik denk dat mijn rechterarm gebroken is. Kunnen we even verbinden? Ja, dank u wel. Ik heb meneer nog even tegen de muur aangestaan. Ja, is goed. Een handenspreider. Heb je handenspreider, meneer? Ah, ik heb een klein beetje last van mijn rechterarm, meneer. Oké. Ga je even voor meneer? Ja, gaan we even naar de ambulance komen? Of gaan we eerst naar het bureau? Ja, we kunnen wel even kijken of een ambulance ons kan treffen op het bureau. Ja, doe ik dat wel. Dat we de meldkamer aanvragen. Graag, want ik denk dat mijn rechter pink is gebroken.
Ja, we zijn hier 13-0. Oh meneer, ik speelde me net de honkbal. 2, nee, moment. Ja, weet ik, maar ik ben bij deze aangehouden. Een honkbalknuppel vormt een gevaar voor ons. Ja, dat is beter. Oh, oké, okay, sorry meneer. Eenmaal verdachte aangehouden. Dat wist ik niet. Chris, de verwondingen lijken hier mee te vallen. We gaan richting bureau. Als je mij een ambulance richting... Maar ja, meneer, wilt u nog weten waarom ik op de motor stond? Nou ja, ik weet het niet. Een beetje, ik ben niet zo onverplicht. En straks op het bureau mag u een verklaring afleggen, mocht u dat willen. Ja. Oké, ja, is goed, dat doe ik daar wel. Maar ik heb wel echt pijn aan mijn handen. Ja, ik heb op dit moment in ieder geval aangehouden voor artikel 5 wegens verkeerswet. Ah, helaas. Ja, kan iemand deze guy escorten? Of, Wat is er met jullie kofferbak, collega's? Ik heb kom de ambulance nog? Die treft ons zo op het bureau. Oké. Dat is beter, kofferbak weet ik niet. Mijn nek doet pijn. Ik moet even kijken of mijn rechterbeen zit te bloeden. Ja, ik kan echt moeilijk naar beneden kijken. Ik heb pijn aan mijn nek. Zit mijn rechterbeen te bloeden misschien? Want ik voel iets nattigs. Nee, hij heeft net in uw broek geplast. Oh, what the fuck? Ja. Hij is zo bang. Nou ja, het kan gebeuren als ik bewusteloos raak na zo'n ongeluk. Dat alles gewoon in één keer gaat lopen. Ja. Oh ja, het kan gebeuren. Beetje poep en plas. Maar geen probleem als ik in de auto instap, hè? Nee. Het wordt wel gewoon gemaakt. Sorry, ik zal even slepen bestellen op die motor. Ik betaal het schakel van die motor, hoor. Geen probleem. Ik denk dat deze motor zal niet meer opgereden kunnen worden, dus... Ja, rijdt ze niet. We kunnen morgen even een bureau rijden in beslag nemen. Ja, kijk even uit voor die hoofd, meneer. Ja, nee, dit... U ziet aan de achterkant is er een beetje rook. Dus ik zal zo meteen nog even een keertje proberen, maar ik vrees voor het ergste. Okay. Hier gaat even iets fout. Ja. Foutje in de game, of... Even overeind gezet. Deze motor is afgeschreven. Even in de andere auto. Ja, en dan kan de motor afgesleten worden, denk ik. Yes. Even kijken. Nee, het ziet er niet goed uit. Even kijken hoor. Nee hoor. Ik moet hier even het kenteken en dan ga ik het deze is, wegslepen. Dit is een kansloos geval, meneer agent. Deze kan weg. Dat dacht ik al wel. Ik zal er even een pakketje versturen. Is goed, meneer. Zo, een pakketje. Gaat snel in deze. Ja, hoor. Ja, een fijne dag. Hetzelfde, meneer. Ja. Goed. Dat is lekker. Oh, je bent stout. Nou, zoals jullie kunnen zien, laat ik mijn collega hier uitstappen. Voor eventuele ontsnappingspogingen. Goedenavond, heren. Oh, hallo. Wat spannend. Hallo. Nee. Zou je eventjes wat zachter willen zijn? Anders kan ik de bestuurder niet goed horen. De reden van staande houding is dat wij... U heeft door een rood licht zagen rijden. Ja. Heeft u een rij- en kentekenbewijs voor mij? Ja hoor. Oh, ik werd gebeld. Hé, hey, ik word de hele tijd gebeld. Hoor je mij? Ik hoor je hoor. Ik word de hele tijd gebeld. Ja. Ik kan niet ophangen. Als jij iemand aanhoudt buiten je dienst om. Dus gefixt. Yes. Yeah. Hoeveel tijd neemt dat in beslag? 3-4 uur. Nou, God, kijk. Gaat graag niet terug. Zit je eigenlijk een kenteken op, ja? Hij zat op mijn naam, toch? Dat had hij gezien dan. Zoek er even. Ik ga het even bekijken. Nou, hij was net aan het spelen. Toen zei ik: kom je op Teamspeak? Kan niet, ik heb de motor. Ja, kom eraan. Het duurde een half uur. Het is natuurlijk een berichtje. Toen zei ik: van waar blijf je, weet je? En toen zei hij: ja, ze liepen hier drugsdealen voor mijn huis. Dus ik heb een beetje achter de politie aangehouden. Ik zei: oké. Maar het zal wel duren. Mijn grapje. Ja, die is wel verbeterd. Je staat hier ook nog steeds thuis. Waar? Jammer.
1302 collega's in een actie. Waar is de uitvang straks? Deze persoon heeft alleen een rijbewijs B en theorie AM. Stap erin. Oef. Maar ik zie jou niet. Toch wel spannend dit, hè? Het is wel spannend. Ze zijn aangehouden. Ja. Wat al staande. Je ziet mij niet. In de auto. Nee, het klopt. Goed. Even kijken. U gaat daar bij deze een boete voor krijgen. Voor het rode licht of voor nog meer of andere dingen? Voor het rode licht. Nee. Dat is de reden waarom u staande werd gehouden. Goed. Mag u heel even uitstappen? Maar nou, even niet al te veel te doen. Gewoon disconnecten. Anders krijgt uw mede... rijden. Ja, nee, maakt niet uit. Geef maar gewoon. Maakt niet uit wie je krijgt. Geen probleem. Flip ik even een muntje en dan... Topje, dankjewel hoor. Hoeveel bedraagt de boete? 200. Ah joh, niks. Wat? Hoe is hij omhoog gegaan? Ah, helemaal top, Thomas, dankjewel. Kijk, Thomas, nog een fijne avond. Eventjes naar de dingen kijken. Naar wat? U heeft toch wel een heel aantal openstaande boetes. Nee, niet. Wie? Wie? Thomas wie? Uw collega? Ik was de bestuurder aan het bekijken, dus... de bestuurder? Maar het is een beetje verkeerd gegaan, dus... Wat stond er dan? Eén moment. Oké. Heb jij boetes? Nee. Ik ook niet. Eén moment. Collega? Ik wilde de... Wat krijg je aan het huisje? Een mooie bolide. Bleek dus rijd. Dat de boete van de bijrijder... Word je altijd weer gevolgd, die hè? De boetes overschreden heeft. Alsjeblieft, ik heb 150 euro. Maar die wilde het niet bekijken, dus dan... Ik schat 30 tot 50 keer. Maar die heb ik dus niet gezien, zeg maar. Ja. En ja hoor, wat een verrassing. Hij knijpt er tussenuit. Goed, bij deze... Neem ik mijn woorden terug naar 102. Wat hebben we net gemist? Jammer dat ik die nou eens krijg. Hey. Waar is nu? Nee, omdat je mijn naam weet. Nee, omdat je vroeg van ik heb hier iemand die alleen een B-rijbewijs heeft. Ja. Ik heb een vraag. Ja, ik moet nog even terugkijken welk rijbewijs wat precies is. Ja, ze gaan dan kijken met twee. Dit is één dag even op collega en dan gaan we uit onderweg. Hij heeft geen wapens meer mee. Zo kut, doordat Jan Willem gecrashed is, denk ik de server nu 5 grens nog. Of 4. Nog 5, ja, 5. Ja, dat is ontvangen, 1301. Wat is de snelheid? Oké. Wat heeft hij gedaan? Met de herstel pik. Ja, wat is de aanleiding van de controle en daar feiten?
Oké, zo'n aanzienlijk gedrag. Ja, let nog wel even de veiligheid en geef positie toe. Oké, dat is op zich wel gunstig. Snel is iets veiliger. 1302 wordt naar HB gebracht. Permissie om een auto te pakken? Ja, 1302 kunt een eigen auto pakken. Ja. Begrepen. Ja, begrijp ik hieruit dat de 1302 gesplitst is in twee voertuigen? Oké, inderdaad. Laatste locatie. De heuvels en dan wel gewoon op de weg. Ja, dat is goed van. Oh. Ga je dan richting legerbaas of richting stad? Een 1302 aspirant aanrijdend. Ja, 1302, dan gaan we gaan naar 1304. Yes. Ja, is ontvangen. Ja, wij zijn onderweg. Als voertuig. Okay. Nee, nee. Oeh, waar heeft het voertuig schade? Oké, denk je dat het nog lang doorrijdt? Even kijken, zie je dat er een tweede eenheid vrij kort achter u zit nu. Dat is nog vier aanrijdend. Ja, is ontvangen. Oh, 1304, dat is graag via de rechterkant van het eiland. Yes. Dat u dan zeg maar tegemoet komt rijden. We rijden nog steeds op de Route 68, dat je nog zegt. Ja, dat is wat van. Oké. En waar is dit? Vier is op de snelweg, hoor. Dan moet hier, ik hoor Joe. We rijden nu op de snelweg. Wat is de snelheid? 1304 is... Wat gebeurt er, Joe? 1304 is bij de gevangenis. Zijn de... Wat?
1304 naar Oost-Zee, zijn jullie noordelijk? Ja, wij zijn noordelijk, 1304. Uh, 1302, kunt u mij nog eens een keer uw locatie geven? Zo, de sirene, ja, de melk. Joey, de Chuck Dim ook zo raar? Ja, af en toe dan gaan die sirenes uit zichzelf uit bij de B-klasse. Maar we hebben begint alles te stotteren te haven. Wat doe jij nou? Ja, wat gebeurt hier allemaal? Mijn game is echt vaak, daar moet ik wel weer mee. Nou, zeg, ik ben bij het tankstation bij de winkel helemaal in het noorden. Hier ben ik net gepasseerd. En wij rijden nu bij Polito B. Rijden jullie nog in Polito B? Oké, okay, mag ik de locatie nu? Ik ga naast mij. Ik hoor ze. Bij de andere kant, hè? Ja, ik zag jullie rijden. Jezus. Even die sirene uit. Dat hoor ik zien. Dat is een snelle bak. OC 1302. Maar weer terug richting waar je vandaan kwam. Oeh. Nou, 1304 zit voorop. Dat is een beetje blokken. Shit. Kunnen we gaan inboxen? Kun je de voorkomen, Joey? Ja. OC 1302 is gecrashed, geen letsel met pleegstaan verhoorden. We kijken of het goed groot aan is. Het scheelt 1302 rijdt weer. 1304 zit nog steeds vlak achter hem. 1304 heeft hem wederom gepit. Maar hij rijdt lekker door. Waar rijden jullie? Wij zijn omgekeerd. We gaan weer noordelijk. Zo. Doe je dat altijd zo? Wat?
Ja, dat kan. Vuurlijn, kijk uit voor die vuurlijn, Thomas. Ik ben al gelijk. Ik kan niet uitstappen, kunt u me helpen? Meneer kan niet uitstappen. Ik zet de motor uit, wacht. Ja, gaan we één tegenstap, ja. Jongens? Oh, dat lukt. Ja, ja. Oh, ja. En nu? Uitstappen. Oh, de linkerhand het portier openen, nu. Oké, wacht. Als jij naar met de waarschuwing. Oh, meneer, ik kan echt niet uit de auto komen. Ik heb te veel last van mijn rug. Oké, ga eruit. Oké, wacht. Ja. Wacht, kijk. Kunt u me helpen, meneer? Kijk uit voor de rugpressuur, jongens. Ja. Misschien moeten we hem even stabiliseren, dan. Alsjeblieft. Ik krijg amper adem. Ik krijg amper adem. Oké, collega's, ik ga dat even af samen met Joey. Meneer? Help! Ik ga je uit het voertuig halen. Ja, alsjeblieft! Ja. Ik krijg amper adem! Help! Mijn rug! Misschien handig als u even op de grond gaat liggen? Ja! José, dit is 2. Voor de rest is de gedachte is eruit. Ja. Ja, de rug is niet gebroken, dan had ik geen gevoel meer gehad. We gaan ik voel plas van mijn longen. Ja. De rug is in ieder geval niet gebroken, meneer, dus dat is een voordeel. Yes? Oh, dat is een heel goed voordeel. Ambu's onderweg, kleiners. Oh, ja. Ik zie dat er een sleper onderweg is en de vouw is onderweg voor onderzoek. Oh. Het gaat echt slecht. Oh, mijn been ook. Yes. Ik ga in ieder geval de been even spalken, die is volgens mij gebroken. Ja, hij komt te vaak tegen het dashboard. Oh. Iedereen even afstand wil nemen. Oké, dan gaan we in ieder geval even been spalken. De rug is niks mis, het is gewoon gekneusd. En de ribbenkast ook, zoals ik zo kan zien. Ja, ik merk. Oh, dankjewel meneer, dat voelde al een stuk beter. Yes, gaan we wel even in de handen hier plaatsen, oké? Ja, is goed. Ja, ik weet niet of jullie hem even kunnen overbrengen naar het bureau. Ja, en even het proces verbaal opmaken. Dan zal de officier van justitie zo langs gewoon voor te geleiden. Yes? Kent op. Wie neemt de verdachte mee? Dat is de... Ja, 1302. Oké. Okay. Oh, mijn rug. Nog steeds. Hij heeft dit voertuig op slot gezet, nee? Nee, blijf van die Lambo af. Nee. Nou, het is even voor onderzoek, meneer. Die is van mijn vriend. Alblief. Hoe
Hoezo, wat gebeurt er nu mee? Voor hoe lang? Kan mijn vriend die wel nog komen ophalen? Ik hoop het wel voor hem. Ja, dat is een officier van justitie, meneer. Hij gaf me nog hoop. Hoop. Maar het voertuig staat op naam van een kennis, van een vriend, begrijp ik. Ja. Okay. Maar mijn vriend, hij graag zei, ja, je moet graag het doen. Naam. De naam. Wat is de 04 naar OC, ik weet de naam. Wat, ja, ja, ik wat is de naam van die vriend, meneer? Max. Ja, Max, oké. Okay. Hij zei, je moet het doen, dit is je laatste hoop. En wat is de laatste hoop dan? Mijn laatste hoop was weg. De vorige keer ben ik heel slecht behandeld. Door de politie. En toen zei ik ja. Oké. Ja, dit lijkt me handig om verder even bro uit te zoeken. Voordat we ook nog verder allemaal dingen gaan vragen. Dat lijkt me ook handig. Oh, mijn longen. Ik heb hier op zich mijn auto nog. Ik stap wel even in. Collega, ik rij even met de 1302 mee aan het verdachte springen. Krijg ik wel een leuk bed? Een leuk bed zelfs nog? Wat verstaat er onder een leuk bed dan? Gewoon een bedje. Gewoon een bedje. Nou ja, het zijn een beetje betonnen bedje met een heel dun matrasje. Ik heb nog niet zijn huis, dus dat is mooi. Ik heb geregistreerd om te vragen of hij dan zou komen voor een verklaring. Kijk eens aan. Dus die is er zo op het bureau. Nee, we gaan eerst wel naar het bureau. Wordt u straks eerst even voorgeleid bij de officier van justitie? 1301. Wat houdt dat in? Ja, dan... Nee, moment hoor. Ja, als u even weggaat... Yes, dan komt dat helemaal goed. Ja, dat houdt in ieder geval in dat de officier gaat even toetsen of de aanhouding correct is. En die gaat dan kijken of u langer moet blijven of u heen gezonden moet worden. En als blijkt dat u lang moet blijven voor onderzoek, zal u worden gehoord in de recherche. En dan kunt u uw verklaring afleggen en aan kunnen geven wat er allemaal kan het zijn dat het voertuig gestolen is. Kan het in het Nederlands, alsjeblieft? Ja, zeker. Wat, dat is in het Nederlands? Ik snap niet wat u bedoelt. Het is net Chinees. Net Chinees, oké. Ja, hoe kan ik het nog? U moet misschien even zitten voor onderzoek. Dus de recherche gaat vragen nu stellen. Mag ik uw verhaal vertellen? Oh ja, is goed. Vind ik wel leuk. Ik hou van verhaaltjes. Oké, nou. En twee dingen die u moet weten. U hoeft geen antwoord te geven. U zegt, wil ik niet, dan hoeft het niet. En u mag even zo'n advocaat spreken. Nee. Die helpt toch niet. Die kost alleen maar geld. Alles kost geld. En dat is te veel voor mij. Als de AWB nou beter betaalt... Ja, alleen u krijgt, als u zelf geen advocaat kunt betalen, krijgt u een van de staat. Een pakketadvocaat heet dat. Dus dan betaalt de overheid het. Maar die wil ik niet. Oké, dat kan. Dat is uw recht. Hoeft ook niet. Wat moet mijn advocaat? Nou, die kan u helpen in het juridische proces, omdat wat u net al zei, dat het voor u redelijk Chinees klinkt, zou een advocaat u daar meer advies en tips in kunnen geven. Oh ja, dan doe toch maar. Alsjeblieft. Dat lijkt me op zich geen verkeerde keuze. Gaan we die even voor u bellen? Ja, dankjewel. Hij is door, joh. Jij bent een beetje langzaam. Net ging je sneller. Ja, maar net hadden we toestemming natuurlijk helemaal snel te rijden. Nu moet je als netjes naar rechts houden. Ja, wat voor motor zit hier in een V8? Nee, V1. Wel knap dat hij zo hard kan. Ja, hij is gechiptuned. Nou, dat geloof ik niet. Ja, vuile oplichters zijn ze. Thomas, heb je begrensd ernaast staan? Yes. Nooit dat zo'n klein pakje zo hard kan. Dat kan gewoon niet. Wat zeg je? Ja, weet je wel. Spin op je been, maar dan met je auto. Ah, op die manier. Ja, oké. Nee, die heb ik aan. En zo'n golf ook. Onvoorstelbaar. Ja, dat ook al.
Ja, die golf was snel, hè? Niet normaal. Als ik hem koop, dan gaat hij niet zo hard. Ja, maar die expres wat versneld bij de politie. Expres wat? Wat te veel? Nee, je zorgt dat hij wat sneller kan. Moet wel de boeven bijhouden. Ja, dat merkte ik. Ja, ja, dankjewel. En voor mijn ribbenkast. Ja, ik vlieg graag. Ik ben een spook. Wat dan? Ik vlieg op mijn netvlies. Oh, nu niet meer. Kan ik u niet omkopen? Er zijn wel een hoop mensen die vandaag omkopingen willen doen. Maar nee, dat is helaas niet mogelijk. Kan mijn vriend dat voor mij doen? Omkopen? Ja. Nee. Waarom niet? Als u... waar bent u daar? Wat wel kan, stel u krijgt een geldboete, dan kunt u of uw vriend dat betalen. Dat is geen probleem. Oh, oké. Okay. Als het een geldboete is, uiteraard. Oh ja. Help. Hallo? Ik sta een beetje vast. Oh ja, is ook echt nodig. Ik ben ook echt een zware crimineel. Ik werk bij de AVB. Oh, ja, heb ik goede rijdingen? Ja, normaal gaat het beter, maar met 3 agenten... Oh, dit is een stuk beter. Ja, ik hoor net van de meldkamer dat de ambulance nog op de weg is. Dus goed, het is straks nog even gecontroleerd. Ja, dankjewel. Ja, die gingen veel te snel, die auto's. En ook nog met z'n drieën. Oké. Wie draait die zaak? Moet ik even aanrijden. Inderdaad. Ja, oké, dus mocht een andere persoon hem auto stelen en dan gebeurt er iets dat dan niet op die manier. Nee, als hij gestolen is niet, maar hij heeft... Nee, oké. Ja. Dan weten wij in ieder geval genoeg, dan is de auto niet gestolen. Wat is de vraag precies? Zo, Jan Willem! Hij is een agressieve kerstman. Ik zie het. Ja, dan kunt u weer gaan, meneer. Kunt u de dag volgen. Dank u wel in ieder geval. Is goed, succes met hem. Oud was het met hem, het is een... Hallo? Het is een kleine... voorleiden of... Wolf! Max! Mike! Jullie mogen even weer... Wat gebeurt hier allemaal? Ze zijn op zoek van je... Nou ja, ze hebben een handtekening, denk ik. Ja, meneer. Handtekening. Handtekening. Even... Ja, je mag even terug. Yes, dank. Nou is hij wel goed. Nou is hij wel goed dicht, godverdomme. En dan had je gewoon open. Die deelden een beetje raar, meneer. Hoppakee, ik ben weer binnen. Agent, zeg, ik zag jou niet achterin staan. Ken als je wou. Ja, ga verder. Nou kunnen we het horen. Dus als je weet, heeft mijn microfoon niet opgenomen. Dat betekent dat ik nou even de situatie aan mijn collega's aan het uitleggen ben. Wat er gebeurd is en wie er aan deelgenomen hebben aan deze achtervolging. En zo ben ik het voor hun even aan opzommen en dan kunnen wij een mooi rapport opstellen voor in het dossier. Oké, dus ja. Dan houden we in ieder geval die Lambo wel vast de komende 2 voor onderzoek. En dan kan meneer gewoon sowieso 20 minuten weg voor die openstaande boetes. En dan kan nog artikel 5 bovenop, dus je kan zijn rijbewijs dan ook afpakken. En die kan dan opgestuurd worden naar de officier. En die kan beslissen wat hij ermee doet. Yes! Right. Nou, we moeten alleen nog even procesverband opmaken en dan is het geregeld. Collega's, dan ga ik uit dienst. Yes.
Promoveren in de vroege dienst. Ja, en dat betekent dat ik ook uit dienst ga. Bedankt voor het kijken allemaal. Thanks. Leuk dat jullie er allemaal bij waren. Vind je het echt leuk? Laat het me even weten in de comments. En dan spreken we met elkaar in de volgende video. Ja, niet hieruit nog, maar later. Morgen.